De meeste mensen van ons zitten deze week weer thuis. En ook deze week hebben we voor u een Defensie workout ontwikkeld die u gewoon bij u in de woonkamer kunt uitvoeren. We gaan zo meteen een Tabata workout doen. Die bestaat uit twee oefeningen. Ik ga de variaties laten zien, zwaar en licht. Het is de bedoeling dat je 20 seconden aan de slag gaat en 10 seconden heb je rust. En dit doen we 8 rondes lang. Die zal bestaan uit 3 blokken. Het eerste blok bestaat uit de squat en de plank jack. De tweede zal bestaan uit de ab row en de Russian twist. En de laatste die bestaat uit een combinatie van schouderoefeningen. De Tabata songs kan je vinden op YouTube of op Spotify. Voer Tabata songs in en je kan zelf een nummer uitkiezen. De eerste ronde laat ik een normale squat zien. Dus ik zak door mijn benen met mijn ellebogen, tik ik mijn knieën aan, blijf naar voren kijken. Door naar de volgende oefening, de plank jack. Zwaardere uitvoering van de squat kan zijn een jump squat. Variatie op de plank jack is door tussendoor een push-up te doen. Je spreidt, sluit en je doet een push-up. We gaan beginnen met de ab row. Ik begin vanuit de zittende positie. Kom ik met mijn bovenlichaam naar achter, strek mijn benen uit. En tussendoor tik ik telkens met mijn handen de hielen aan. Komt weer een Russian twist. Iets lichtere variant is dat je je voeten op de grond laat staan met gestrekte armen. Draai je in van links naar rechts. De zwaardere variant is door je voeten op te tillen en gekruist boven de grond te houden. Als je thuis wat materialen hebt liggen, bijvoorbeeld boeken wat ik hier gebruik, kan je deze gebruiken om de oefening zwaarder te maken. Ook de boeken kan je gebruiken voor de Russian twist of ander materiaal wat je hebt. Tikt voorbij je heupen de grond aan. Draai weer mee. De bedoeling is dat je je handen naar boven brengt en weer helemaal naar beneden. Je armen blijven gestrekt, je kijkt recht naar voren. Zorg ervoor dat je zo stil mogelijk staat. De oefening daarna. Je houdt het materiaal horizontaal vast en je veert korte stukjes op en neer. We gaan de oefening nu frontaal doen. Dus vanaf heuphoogte, voorlangs, omhoog en weer terug. Ook deze weer frontaal vasthouden en korte stukjes op en neer veren. De challenge van deze week. Hoeveel butterfly sit-ups kan je maken in 8 rondes van 20 seconden? Dus je telt het aantal sit-ups per ronde uit. Die tel je 8 rondes bij elkaar op. En daar komt het getal uit. Komt-ie! Laat weten hieronder in de comments hoeveel butterfly sit-ups jij hebt gemaakt in 8 rondes van 20 seconden. Deel het aantal hieronder en wij geven jou een duimpje.